Wat hebben ze die keeper gevoerd? Wat een kans! Ja, en nu? Hij doet het. Ze geven het niet op, dat is ook wat waard. Eigenlijk een pleister op de wonden. Ja, knap afgemaakt, maar hij weet dat er weinig te vieren valt. Hij krijgt hem op de slot. Raak, hij zit. Ze brengen het verschil terug tot één doelpunt. Zouden ze voor een stuntje gaan zorgen? Nou, dat kan te makkelijk. Dat kan een goal maken. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Twee aanvallende teams maken er een spektakel van. Nog maar 10 minuten te gaan en de thuisploeg krijgt hier de kans om iets aan de stand te doen. De spanning is dus recht op het doel af. Goed opgebouwd. Nou, en toen stond het weer gelijk. De gelijkmaker en wat een moment om hem te scoren. Ja, geweldige wedstrijd hè, dat ze toch nog gelijk maken. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Een geweldige gelijkmaker. Deze wedstrijd wordt steeds spannender. En zo raken ze de bal weer kwijt op het middenveld. Aguero. Messi, daar was hij iets te gretig. Ja, en dan is het buitenspel. Aguero. De doelman komt zijn doel uit en kan de bal zo pakken. Ja, pak op die bal en snel weer voortzetten. Higuain. Er ligt een speler op de grond. Ik denk dat hij een spier heeft verrekt. Ja, en nu? Wat een vaart. Houdt hij het hoofd koel? Wordt gevaarlijk. Hij gaat ervoor. We hebben nog maar een paar minuten te gaan en hij scoort. Dit zou zomaar de eindstand kunnen zijn. We komen laat in de wedstrijd op voorsprong. Duitse timing zullen we maar zeggen. Ja, hoe zit dat met de Duitsers dan? Scoren altijd op het eind van de wedstrijd. En wat een drama deze wedstrijd. Echt met werkelijk de laatste trap tegen een bal in deze wedstrijd. Wordt de winnende goal gescoord. Was dit nou de beslissing, Juri? Ja, ik denk dat ze zo ontsnappen aan een verlenging, Evert. Of zelfs wel strafschoppen.